allemaal, voordat deze video begint, moet ik dus nog de winnaar bekendmaken van de vorige winactie. En dat waren namelijk de Applejack winterhandschoenen. De winnaar is daarvan geworden Febe Huyvelaar. Gefeliciteerd! Als jij dus een mailtje stuurt naar winactie@ee.nl, dan zorgen wij dat de mooie winter Applejack handschoenen zo snel mogelijk jouw kant op komen. En heb je nou nog niks gewonnen? Wees niet geturfd, want in deze video zit ook weer een toffe giveaway. Veel kijkplezier iedereen! Hoi allemaal en leuk dat jullie allemaal weer kijken naar deze nieuwe video. Ik ben nu onderweg naar het allernieuwste filiaal van Applejack, namelijk in Duiven. Die is hier nog niet zo lang, dus ik dacht hoe leuk is het als ik jullie vandaag een rondleiding ga geven. Ook zit er in deze video nog een hele toffe winactie, dus laten we maar snel gaan beginnen! Nog een beetje onbekend is, want het adres is dus Toekomst 6, maar omdat het nieuwe kavels zijn, staat het dus nog niet in bijvoorbeeld ook onze kaart app. Wij hebben dus iPhone en daar doen we altijd de route mee. Dus wij hebben dus Applejack Duiven ingevoerd en dan kom je er dus wel. En kijk, hier tegenover mij kunnen jullie de IKEA zien. En stel je hebt nou ouders of iemand die gezellig met je mee is, die houdt niet echt van paarden, kan je altijd hun natuurlijk even naar de IKEA sturen, want dan kan je lekker ongestoord shoppen. Super handige tip dus. En er zit hier ook nog hierachter volgens mij een McDonald's. Het zit hierachter. Dus om je middag of je shopdag gezellig af te sluiten, kan je natuurlijk altijd naar de McDonald's gaan. Er wordt ook nog een KFC gebouwd dichtbij, dus je hebt hier eigenlijk heel veel mogelijkheden. Kijk, daar is de McDonald's. Dus die is ook super dichtbij. En dan nemen we hier de afslag. En kijk, daar zijn we aangekomen bij het nieuwe filiaal. Nou kijk, de naam valt lekker op. Kijk, ze zijn hier ook nog met allemaal nieuwe dingen bezig met het bouwen. Dus vandaar dat het ook nog niet in de app staat voor de route, zeg maar. Zo. Kijk, we zijn aangekomen. We zijn dus veilig aangekomen. En ik ben jullie nog één ding vergeten te vertellen. Stel, je ouders gaan bijvoorbeeld niet mee en je gaat gezellig met een vriendin, maar jullie hebben alle twee je rijbewijs nog niet, kan je er ook altijd voor kiezen om met de bus te gaan. Want het busstation is hier dus 10 minuten vanaf lopen. Dus dan kan je zo lopend naar het filiaal gaan. Kijk, hier achter mij zien jullie dus het filiaal. Super mooi. Ik zal de camera even draaien, want dan kan ik het goed aan jullie laten zien. Kijk, dit is dus het nieuwe filiaal. Jullie kunnen het natuurlijk goed herkennen aan de naam en aan de mooie foto's. Super handig, want je kan gewoon voor de deur parkeren. Dus hoe luxe is dat? Laten we snel naar binnen gaan. Ik ben dus aangekomen en het is echt super mooi. Ik zal mijn camera even draaien, dan kunnen jullie het zien. Ik moet eerlijk zeggen, van de voorkant vond ik het filiaal er eigenlijk niet super groot uitzien. Maar het is echt super diep, zeg maar. Dus je kan tot heel ver naar achter lopen. Kijk, daar kom je dan dus binnen. En dan hier begint het met de kleding, pashokjes. Ik zal straks natuurlijk alles wel even nalopen. Maar kijk, het gaat helemaal door tot daarachter. Ook nog hier weer aan de zijkant. Echt super leuk zo in de nieuwe winkel. Echt heel tof. Kijk, ze hebben echt alles en het ziet er allemaal nog zo mooi en netjes uit. Kijk hoe groot het is. Kan je nog lekker zitten, even wat drinken pakken. Kijk hoe mooi het is. Echt heel gaaf. Nu ga ik eerst even mijn jas uitdoen en dan ga ik jullie zo meteen natuurlijk een rondleiding door de winkel geven. Als eerst zal ik jullie dus even een rondleiding geven door het hele filiaal. Dus ik zal jullie alle dingen gaan laten zien wat waar hangt, wat ze hier natuurlijk allemaal hebben. Ze hebben hier eigenlijk natuurlijk alles. Maar ik zal jullie even een rondleiding geven. Wat nog wel handig om te vertellen is, is dus dat het filiaal alleen is geopend voor noodzakelijk te komen. Dus echt voor noodzakelijke producten wat je nu nodig hebt. En het is dus niet voor het fun shoppen. Dus ga je niet gezellig een middagje heen nu natuurlijk met corona.
Maar als dat natuurlijk weer voorbij is, kan dat natuurlijk gewoon. Er is ook nog niet echt een officiële opening geweest, maar dat gaat natuurlijk zeker nog komen. Maar ja, dat mag natuurlijk ook allemaal niet door corona. Super vervelend natuurlijk. Dus deze winkel is nu vooral geopend voor echt de noodzakelijke dingen die je dus nu nodig hebt. Nou, we gaan dus nu beginnen met de rondleiding. Als je dus binnenkomt, heb je gelijk aan deze kant de hoek met kleding. En het loopt eigenlijk helemaal door tot de achter. Hier hangen dus alle rijbroeken. En hier allemaal nieuwe collecties. Hier bijvoorbeeld de collectie van Escadron. Hangen hier heel veel rijbroeken. Natuurlijk allemaal mooi gesorteerd op maten. Dus hier 32, 34, 36. En dat loopt dan helemaal zo door. Dus dan kan je ook precies kijken in welke maat je moet zitten. En dan kan je daar ook echt tussen zoeken. Super handig. Hier de nieuwe collectie van Kingsland. Ook super mooi. Dit is HV Polo. Hier, kijk. Hier nog mooie dekjes van Harry's Horse. Die horen dan daarbij. Dus dat kan je dan weer mooi combineren. Hier nog meer rijbroeken. Dus dit is echt een beetje het hoekje van de rijbroeken. En dan hangen hier een aantal losse items eromheen. En natuurlijk een spiegel. Altijd handig dat je natuurlijk kan zien wat je aan hebt. En dan zijn hier de pashokjes. Dat is ook echt super mooi gemaakt. Met ook weer een spiegel. Kijk, super handig. Zo'n gangetje. En dan lopen we hierdoor naar de andere kant. En hier hebben ze nog meer bovenkleding. En hier ook nog meer rijbroeken. Het hangt helemaal vol. En dit zijn alle kindermaatjes. Dus daar hadden we echt de grote maten en hier de kindermaatjes. Dus dat ligt ook mooi apart van elkaar. En hier nog allemaal jassen en zo. Dus dit is echt de grote hoek van de kleding. Zo, en dan gaan we nu een stukje door naar achteren. En hier liggen alle joppers. Kijk, ook helemaal mooi geordend. Ziet er altijd zo mooi uit. Hier nog meer joppers. En hier beginnen ook al de laarzen. Dus dat hangt ook allemaal weer mooi op één plek. Hier de zwepen. Hier bijvoorbeeld de Ariat. Ja, joppers noem ik ze altijd, maar het zijn eigenlijk echt schoentjes. Die heb ik natuurlijk ook. Vind ik super fijn. Kijk, hier alle laarzen. Winterlaarzen, zodat je het niet koud krijgt op stal. Hier bijvoorbeeld de Loelaarzen. Die heb ik zelf ook gehad. Super fijn, dat zijn deze. Heb je ook weer in verschillende kleuren. En dan kan je dus de veters wisselen. Super mooi. Ik ben echt fan van die laarzen. Die staat dus super fijn. En hier nog laarzentassen om je laarzen natuurlijk goed te beschermen. Dan hebben we dus deze hele rij gehad. Hier dus de laarzen en de joppers en daar de kleding. Maar dan hebben we hier ook nog een binnenste rij, zal ik het zomaar even noemen. En hier hangen dus alle sokken. Oh, zo mooi dat ze ook allemaal zo op kleur verdeeld zijn. Kijk, hier alle sokken, hier nog meer. Het houdt maar niet op. Dan aan de andere kant ook nog sokken. En dan hier aan de hoge wand hangen dus alle wedstrijdjasjes en daaronder de wedstrijdbroeken. En hier de wedstrijdshirtjes. Daar de caps. Hier nog meer wedstrijdkleding. En dan liggen hier de wedstrijdhandschoenen ook van allemaal verschillende merken. Roekel, Uvex, Kuur. Met zo'n mooi glitterrandje. En van Applejack zelf ook met mooie glitters. Allemaal verschillende soorten. Oh, dit is ook leuk. Dit zijn van die handschoenen waar je dus de petjes van kan verwisselen. Kijk, kan je dus zelf kiezen welk petje erop wil doen. Dat is dus met een glitterbandje. Super tof. En dan hier alles voor je haar, voor een wedstrijd, voor de mooie knotjes. Hier nog meer toffe wedstrijdshirtjes. Deze van Kuur. Echt heel tof dit. Ja, vind ik echt heel mooi. En hier bodyprotectors, riemen. Daar hangen nog meer bodyprotectors. En hier liggen nog een paar dekjes. En hier liggen vooral heel veel setjes. Dus echt hoe je dat mooi kan combineren. Hier bijvoorbeeld een hele gele set. Eigenlijk nog meer kleding hangt hier vooral. En hier nog heel veel jassen. Van Kuur vooral. Ook allemaal weer mooie verschillende kleuren. Heel tof. Hier nog meer jassen van Kuur. En volgens mij heb ik deze zelf ook.
Ja, deze jas heb ik zelf ook met aan de achterkant een Applejack vlogger. Echt heel blij mee, die zit heerlijk. En hier nog mijn handschoenen. Deze hele rij hebben we dus ook gehad, dus met de sokken en met de caps, wedstrijdkleding en dan daarvoor hing nog meer kleding. En dan hier aan de achterwand, waar dus hier de laarzen zijn, liggen dus alle zweetdekens. Ook weer perfect op kleur. Dit zijn dus de zweetdekens van Applejack. En als je dan van de zweetdekens naar het hoekje gaat, kom je hier dus aan bij alle dekens. En daar dus de beenbeschermers. Dus dit waren echt de zweetdekens. Dan heb je hier echt de normale dekens. Dus de winterdekens, zomerdekens, vliegendekens, alles hebben ze. Hier ligt alles van Bucas. En hier hangen ook altijd dekens. Dat vind ik zelf super fijn. Want dan kan je echt zien, ja, goed kijken hoe de deken eruit ziet. Van welk materiaal. Dan kan je dat echt goed voelen natuurlijk. Dus hier hangen ook al verschillende dekens. En dan hier van Horsewear. En hier van Applejack. Dat herken je natuurlijk aan de oranje kleur. Hier nog meer dekens. Natuurlijk ook van nog meer verschillende merken. Hier bijvoorbeeld van Horsegear een deken. En daar weer van Bucas. Dat ligt hier ook allemaal in de schappen. En hier nog meer dekens. Het houdt maar niet op met de dekens. Hier de transportbeschermers. Super handig natuurlijk als je je paard gaat vervoeren. Ik heb het ook altijd op bij de pony's als we bijvoorbeeld met de vrachtwagen weggaan. Dat vind ik gewoon super belangrijk dat ze altijd goed beschermd zijn. En dan hier achter mij zie je de wand met alle beenbeschermers. Dus zowel de normale peeskappen, die hangen hier dus. Zoals hier bijvoorbeeld de flex trainers, ook in allemaal verschillende printjes en kleuren. Dat hangt hier eigenlijk allemaal. En dat loopt dan door tot hier. Dat is ook weer mooi in een hoekje verdeeld. Hier alle springschoenen. Ook weer alle kleuren die je maar wilt hebben voor wedstrijden, training. Alles in alle kleuren. En dan gaan we hier beginnen. Dit is echt voor de bescherming van je paard in de zomer tegen de vliegen natuurlijk. Dus hier liggen bijvoorbeeld van die vliegenfrontriemen, noemen ze het volgens mij. Ja, vliegenfrontriem. En hier allemaal producten die dus helpen om de vliegen te vermijden bij je paard. Dus zoals bijvoorbeeld verschillende shampoos en vliegenspray. En aan deze kant dan alle vliegenkappen. Hier liggen alle beugels. Hier voor die van Techsurf, die heb ik zelf ook. Vind ik super fijn. Allemaal verschillende beugels, verschillende maten. Dus die kan je ook weer naar je eigen smaak hier halen. Allemaal verschillende kleuren. En dan hier nog beugelriemen. Die heb je natuurlijk nodig voor je beugels. En nog van die blokjes. Dus bijvoorbeeld in deze beugels kan je die blokjes eruit halen. En dan kan je weer nieuwe bestellen. Als ze bijvoorbeeld echt heel vies zijn of een beetje stuk. Hier achter mij is dus de hele lange wand met alle hoofdstellen en bitten. Kijk, ook natuurlijk weer genoeg keuze. En dan hier staan ook weer schappen. Dus hier liggen de springspullen. Dus zoals een borsttuig, een martingaal. Dat je natuurlijk voor het springen kan gebruiken. Hier extra teugels. Als die bijvoorbeeld stuk zijn, kan je die hier gewoon loshalen. En hier bijvoorbeeld losse neusriemen. En er liggen hier nog onderleggetjes. Dus voor onder je neusriem kan je die hier doen. Ook wel hele toffe printjes. Kijk, het is toch cool als je hiermee in een setje kan rijden. Echt heel tof. Nou, hier dus alle bitjes. En hier nog meer hoofdstellen. En dan liggen hier de longeerspullen. Dus de longeerlijnen, longeersingels en alle hulpmiddelen die je ervoor kan gebruiken. Hier de zwepen, longeerszwepen. En dan hier liggen een beetje, ja, van die spulletjes die iedereen nodig heeft. Dus hier bijvoorbeeld graasmaskers. Deze kettingen kan je in de trailer gebruiken om je paard aan vast te zetten. Hooinetten. Om je stal uit te mesten, mesboy. En hier pionnen, dus die kan je in de bak zetten. Natuurlijk voor de letters. Hier een mesboy. Allemaal dat soort dingetjes hangen hier. Nou, hier nog meer holsters. Hier van die speelballen voor in de stal. En dan hier dus nog meer hoofdstellen. En hier nog voerbakken, oornetjes. En de spullen die handig zijn voor in je kast. Dus een zadelsteun. Van die, altijd van die losse haakjes. Altijd super handig. Dit is ook echt heel handig. Dit kan je dan dus gewoon ergens aan ophangen en dan heb je vier haakjes.
Super handig is dat. Kan je bijvoorbeeld in je hoofdstel, in je halster, een handdoek of zo, kan je daar gewoon aan ophangen. Van die hoofdstel haken, dit kan je ook aan je stal doen. Hier nog alle halsters en de touwen. Hier hangen hier allemaal natuurlijk ook verschillende soorten. Dus met bontjes, zonder bontjes, leren halsters. Dat soort dingen allemaal. Dus daar is hier ook weer een mooie wand voor gemaakt. Ik heb jullie bijna de hele winkel laten zien. Maar we zijn natuurlijk nog één ding vergeten. En dat is natuurlijk de verzorging van je paard. En dat is dus hier achter mij. Nou, er liggen hier dus allemaal verschillende poetskisten. Hier poetstassen. Hier nog supplementen. Voor je paard van verschillende merken, van Pharma Horse, Pavo, allemaal dat soort verschillende dingen. Hang hier de magic brushes, kleine poetstasjes en hier elastiekjes. En dan hier allemaal borstels om je paard natuurlijk lekker te poetsen. Ook in verschillende kleuren. En dit is ook echt heel leuk, die ballen die hierboven liggen. Dat zijn dus ja, de speelballen voor je paard. En die kan je dus in zijn stal leggen en dan doe je er een beetje hooi in. Het heet dus de High Play Ball. Zag ik hier even, ik wist niet meer precies hoe die heette. Maar ik heb dat dus ook voor Londen. En die doe ik vooral nu, ja, een beetje met het slechte weer staan ze natuurlijk wat meer op stal. Hebben jullie ook in de vorige video gezien dat ik die bal gebruikte. Doe ik die dus in de stal. En dan ja, vermaakt ze zich toch nog een beetje. Dan blijft ze bezig, kan ze een beetje spelen. Echt super leuk vindt ze dat. En ze gebruikt hem ook ja, echt super goed. Want ja, zolang er eten in zit, vindt ze alles leuk. Er liggen hier nog alle ja, verzorgingsspullen voor je zadel en voor je hoofdstel. Dus alle lederbalsems en lederolie, dat soort dingen. Hoefolie voor je paard. En hier nog wat, ja, gewoon wat productjes die altijd goed van pas komen. Hier shampootjes, glansspray. Natuurlijk mooi voor de wedstrijd. Hier nog meer shampoos. En dan liggen hier... Jullie raden het vast. Nog meer shampoos. En hier nog allemaal lekkere paardensnoepjes. Aan het begin van deze video had ik natuurlijk gezegd dat er ook nog een hele toffe winactie in deze video zit. Het is namelijk iets voor je paard. Namelijk een heel leuk verzorgingspakketje. Namelijk deze lekkere zak met snoepjes. Om je paard natuurlijk lekker te verwennen. En deze poetskist en ook gevuld met borstels, dus daar kan je hier natuurlijk je paard extra mee verwennen. Lekker even een poetsmiddagje, kan je natuurlijk ook nog verwennen met de snoepjes. Hoe leuk is dat? Ik zal even de binnenkant laten zien van welke borstels er dus allemaal in zitten. Nou, je hebt hem sowieso dus in verschillende kleuren. Ik pak nu even de oranje om het goed te laten zien. Nou, er zit dus een spons in, dit is ook altijd handig. Zo'n bakje, die kan je erop leggen. Dan kan je hier bijvoorbeeld nog je schaar in doen of wat elastiekjes. Dan ligt er een rosborsteltje in. Hier een andere borstel, hoevenkrabber. Die zit hieronder, daar een hoevenkrabber. En een borsteltje voor zijn manen. En hier nog een zweetmes. Natuurlijk als je ze afgespoten hebt, kan je daar het water ermee afhalen. Super handig dus. Dus een leuke gevulde poetskoffer met lekkere paardensnoepjes. Wat jullie dus voor moeten doen om dit leuke verzorgingspakketje te winnen, is deze video een dikke vette like geven. En natuurlijk hieronder abonneren. En er zit dit keer een hele leuke vraag aan vast. En dat moet je dus mailen naar winactie@ee. Er wordt namelijk binnenkort een nieuw filiaal geopend. Dus weet jij nou waar? Zet dat dan in het mailtje en dan moet je hem dus versturen naar winactie@ee. En zet even hieronder in de reacties welke kleur poetskoffer je wilt winnen. Je hebt dus... de oranje, de roze, de grijze, de paarse en de zwarte. En ook nog de blauwe. Dus je hebt verschillende kleuren. Dus als jullie dat hier ook nog even onder in de reactie zetten, dan weten we gelijk welke kleur poetskoffer je wilt. Dus mail zeker als jij denkt te weten waar binnenkort een nieuw filiaal wordt geopend. Ik hoop dat jullie het erg leuk vonden dat ik jullie vandaag meenam naar het nieuwe filiaal in Duiven. Vergeet natuurlijk allemaal zeker niet mee te doen met die nieuwe winactie. En natuurlijk geen blauw duimpje mogen doen. En niet om te abonneren. En dan zie ik jullie als het goed is allemaal volgende week weer bij de nieuwe Setjes Lovers video. Doei doei!